Edward, een drukke week achter de rug al, met nog een wedstrijd voor de boeg. Maar laten we even teruggaan naar gisteren. Overwinning op AFC. Hoe is het gevoel nu bij jou? Ja, winnen is altijd goed. Maar in de beker gaat het erom dat je weer naar de volgende ronde gaat. Omdat het natuurlijk een afvalrace is. Nou ja, en dat was ook de doelstelling natuurlijk. Proberen de kwartfinales te halen. En dat is gelukt. Dus natuurlijk een moeilijke wedstrijd. Ook dat wisten we van tevoren. Dat zie je ook aan de andere ploegen die tegen amateurclubs hebben gespeeld. Hoeveel eruit zijn gegaan. Hoe lastig het soms is. Nou, dat was gisteren eigenlijk ook zo. Maar dat doen we ook een beetje zelf, vind ik. Doordat we eigenlijk niet naar 2-0 gaan. Ja, we scoren gewoon lastig. Daar hebben we moeite mee met scoren. Ja, en dan blijft zo'n elftal in de race natuurlijk, AFC, tot het laatste. En dan krijg je op het laatst krijg je het hartstikke moeilijk. Omdat ze natuurlijk alles of niks gaan spelen. Ja, Ramon, we hebben je gisteren ook eventjes gesproken. Maar door naar de kwartfinale. Hoe is de sfeer in het team op dit moment? Ja, goed. Door in de volgende ronde. Bekerwedstrijd, het enige wat telt is dat je wint en dat je door kan bekeren. En dat hebben we gedaan, dus de sfeer is goed. Zin in de kwartfinale? Zeker weten, ja. Ja, want de afgelopen drie wedstrijden heeft het team 3 keer de 0 gehouden. Dat moet vast ook goed voelen voor een verdediger. Ja, zeker weten. Het is altijd fijn als je geen tegendoelpunten krijgt als verdediger zijnde. En dan moet de aanval scoren, dat hebben ze gisteren gedaan. En dat is voor een verdediger is dat fijn, heb je je taak gedaan. Ja, dat is goed. Dat is zeker, geeft dat vertrouwen. 3 keer op de 0 gespeeld. Ja, dat probeer je door te zetten natuurlijk. We trainen daar ook wel veel op, moet ik zeggen. Ook verdedigend. In ondertal situaties trainen en kijken dat je toch overeind blijft. Communicatie onderling. Dus je bent daar ook wel heel veel mee bezig in trainingen. Omdat we ook wel veel goals tegen kregen. We scoorden weinig en we kregen veel goals tegen. Dus ja, dat probeer je terug te brengen. Ja, aan de andere kant moeten we nou nog naar voren brengen dat we meer goals gaan maken, want dat is wel een probleem. Ja, hoe ga je dat doen? Heb je daar al een plan voor? Ja, je probeert natuurlijk spelers in de situatie te brengen met afwerkvormen en dat soort dingen. Maar in de wedstrijd is het toch anders natuurlijk. Je krijgt 1 of 2 grote kansen in de wedstrijd. Ja, en daar moet je er zijn en dan moet je ze binnenschieten. En daar worden wedstrijden op beslist. Ja, en als je dat niet doet, ja, dat zag je gisteren ook, ja, dan krijg je het lastig. Nou, degene die hem wel binnenschiet is Davy Prupper. Die stond gisteren weer in de basis. Zijn entree gemaakt in de basis. Hoe blij ben je om hem weer helemaal terug te hebben? Ja, blij. Ik denk dat het heel goed is dat er zoveel mogelijk spelers natuurlijk weer aansluiten. Dat de selectie zo breed mogelijk wordt. En Davy is natuurlijk een jongen met extra kwaliteiten. Dus ja, dan ben je daar extra blij mee. Alleen je bent ook altijd angstig dat hij niet heel blijft. Maar je hoopt altijd dat hij weer goed binnenkomt. Nou, vandaag is hij weer prima binnengekomen, dus ik hoop dat we hem weer kunnen gebruiken. Nou, jullie hebben weinig tijd om je voor te bereiden op de komende wedstrijd, maar 2 dagen. Is dat lastig voor het team of heb je zoiets van Misschien aan de ene kant lastig, omdat je hebt kort de tijd om te herstellen en om voor te bereiden. Maar aan de andere kant heb je net een wedstrijd gewonnen, dus zit je er misschien lekker in als team. En dan is het misschien ook wel goed als een wedstrijd snel komt, zodat je het kan proberen door te pakken. Nou, want jij kent het team goed. Heb je nog contact met veel jongens daar? Ja, zeker. Ik heb er natuurlijk lang gespeeld. Ik ken die jongens goed. Zijn ook vrienden van me. Dus ik heb zeker wel eens contact met die jongens. Ja. Dan, je bent vrienden naast het veld, maar op het veld ben je dan vijanden. Kan je wat vertellen over hoe zij spelen? Wat voor team zij zijn? Feyenoord is gewoon een heel goed team met heel veel kwaliteit. Veel variaties in het elftal. Dat hebben we vorige keer denk ik kunnen zien. Ze zijn echt een team. Verdediging staat goed. Aanvallers die het verschil kunnen maken. En een middenveld wat heel dynamisch is, wat veel kan lopen, maar ook heel goed verdedigend is. Vorig jaar kampioen geworden, dit jaar staan ze wat puntjes achter op PSV. Maar ik denk gewoon dat het een heel goed team is en dat wij een hele goede dag moeten hebben om tegen hun te spelen. Ja, je hebt ook kort om te herstellen, want komende zondag komt Feyenoord op bezoek. Hoe bereid je daarop voor met zo'n korte aanlooptijd? Ja, eigenlijk heel snel deze wedstrijd van gisteren weer vergeten. Dat hebben we eigenlijk ook met de laatste wedstrijd tegen Utrecht gedaan, vorige week. Omdat we toen heel snel doorschakelden naar de bekerwedstrijd. Dus nu schakelen we gewoon heel snel door naar Feyenoord. Er zitten maar 2 dagen tussen natuurlijk. Dus de vrijdag en de zaterdag en dan is die wedstrijd alweer. Dus gewoon heel snel doorschakelen. Ook in het bekijken van de tegenstander en dat soort dingen. Dus eigenlijk niet meer heel veel nakijken en napraten over de wedstrijd van gisteren. Maar eigenlijk alleen maar bezig zijn met de eerstvolgende wedstrijd. Ja, de eerstvolgende wedstrijd. Wat is Feyenoord voor een team? Kan je daar wat over vertellen? Ja, is goed elftal. Veel kwaliteiten op het veld, maar ook in de breedte.
Elftal waar niet voor niks vorig jaar het zo goed gedaan heeft. Nou ja, dit jaar doen ze het eigenlijk weer goed. Alleen ja, ze hebben nu de pech dat PSV natuurlijk het fantastisch doet. Afgelopen weekend zijn ze wel gestruikeld even. Met een gelijkspel tegen NEC. Dus ze zullen zeer gemotiveerd hier naartoe komen om een goed resultaat te boeken. Ja, en ik hoop dat wij in staat zijn om het ze heel moeilijk te maken. Daar ga ik vanuit.